We kregen vorige week een telefoontje en de trouwambtenaar die had dit bruidspaar had ze gezegd van god, je moet Koen ten Hechelen inschakelen, misschien kun je met het bootje varen. Dat is wel heel erg leuk. Nou, het bootje ligt dus binnen en het bootje weegt 2 ton, dus dat gaat hem niet worden. We mogen er van de gemeente eigenlijk pas in als de haven klaar is. Ze hebben me eigenlijk zwart op wit gezet van zodra de laatste bouwvakker uit zicht is, dan krijg ik groen licht. Dus dan mogen we in het water. En ze hebben volgend jaar wel een hele grote opening, begreep ik, maar ze willen wel in het klein al iets doen hier. Dus dan wil ik daar in ieder geval wel rondvaren. Maar dit was een mooie oplossing, want bruidspaar wou heel graag in het bootje. Ik zei, nou, dan, als we nou dat is dan binnen doen. Ik zeg, dan houden jullie het te goed. Dan ben je straks ook echt daadwerkelijk het eerste bruidspaar wat echt het water op gaat. Dus dan trekken ze nog een keertje de jurk aan en het pak gaat aan. En dan gaan we het overnieuw doen. Gaat in de herhaling, maar dan in het echt. De mensen die zich nu zeg maar nog aanmelden voordat de boot daadwerkelijk in het water gaat, die krijgen, als het goed is, kunnen ze hier terecht. Dus bij het Huis van Katoen. Maar straks ook op het water. Dus ze krijgen ook nog een tweede kans om het op het water ook nog te mogen genieten. Ja. Ja, dat is een mogelijkheid. Ja, en ze mogen ook aangeven dat ze dus volgend jaar willen trouwen hier. We brengen de bruidsparen naar het stadhuis. We halen ze eventueel weer op. We gaan het kanaal op voor een fotoreportage aan boord. Dus dat is wel heel erg leuk. Je hebt het gezien. Er staat een high tea klaar. Er staat een bubbels die staan klaar. Dus plaatje volgens mij compleet. En je bent met nog een boot bezig, hè? Hoe ver ben je daar al mee? Die moet ook in begin vaarseizoen 2020 wil ik die ook in de vaart hebben. Maar dat is ook dat wordt een B&B-boot. Dat is een kagenaar, een vrachtscheepje. En daar maken we een hele bijzondere B&B op. En we gaan zonder motor, gaan we die boot ook op handkracht naar de haven hier varen. Dat is de bedoeling tenminste, zoals het vroeger gebeurde. En mag daar ook op getrouwd worden? Stel dat mensen zeggen van nou, ik vind die andere boot ook leuk om te trouwen. Kan dat ook? Zeker, alles mag, leuk. Als je dat leuker vindt, het is een ruig boordje, het is een vrachtscheepje. Het ziet er niet zo gelikt uit als deze, bewust niet. Want daar wordt op gewerkt en dat moet er ook niet te nieuw uitzien. Maar alles mag. We zijn straks, als zodra het water maar klaar is, dan gaan we aan het werk.